Welkom terug bij Pokémon Generations Survival, wat wil ik zeggen. Zie je, dit is waarom ik je als eerste laat beginnen, want dan word je mooi wakker. Ik heb geen idee meer wat er te fuck gaande is, maar ja, het zal wel. Je hebt Gen 1 erin zitten, hè? Je hebt niet per ongeluk Sword and Shield erin gestopt. Nee. Oké. Okay. Ik heb daarentegen wel de Shiny Eternatus, maar... geclaimd. Uit welk gat heb je die vandaan gehaald? Game Mania. Ah. Dat is inderdaad een gat. In de markt. Kaboom. Kaboom. Tudumtsch. Nou Jordi, denk jij dat Milan en ik vandaag in Johto gaan komen? Ik niet in ieder geval. Nou ja, het wordt een race om te kijken van... kan ik nog naar Gen 3 voordat jullie Gen 2 ingaan? Oh, nou daar kan ik je nu al het antwoord op geven. Ja. In ieder geval voor mij, dat weet ik zeker. Dat zeg je wel, maar... Jordi, mijn sterkste Pokémon is level 36. Ja? Mijn slapste is level 32. Jan punt? Nou, eerder dat ik een beetje respectabel level ben voor de E4. Mhm. Procroyce is nu toevallig naar level 33 gestegen, maar... god... Oh, de sterkste is 38 zelfs. Had ik dan toch maar die tweede weddenschap met jou moeten aangaan dat ik Hoenn inga voordat jullie Johto gingen? Zeker. Dat was slimmer geweest. Mogelijk. Nou ja, ik sta al 1 A-drink voor, dus wie weet. Wie weet, zegt hij ook. Ja, wie weet. Misschien maak je nog gewoon binnenkort andere. Maar niet over Gen 1 en Gen 2. Gewoon een wilde muk van level 40, terwijl mijn Pokémon nog lang geen level 40 zijn. Wat is dit? Hij redrewt zijn Pokémon om hem vervolgens weer terug naar die Pokémon te redrewen. What the fuck? Weet je heel zeker dat het dezelfde is? Dat hij geen dubbele heeft? Nee, dat is hetzelfde. Weet je zeker dat hij is nu weer geredrewd. What the fuck? Geredrawd, sorry. Wauw, critical hit. Zo. Had je ondertussen alles al klaar, Milan, voor jouw weekendje Scarlet Violet? Nee, ik ben oprecht pas net begonnen. Wat moet je voor voorbereiden dan? Ja. Nee, voor de stream die ik ga doen. Maar ik ben pas net begonnen, dus. Vanmiddag. Speel my question. Wat is het? Wat valt er te voorbereiden dan? Nou, gewoon layouts en dat soort dingen. Oh, op die manier bedoel je. Ik denk, waar de fuck. Het was een hele party dat weekend. Nou, het wordt gewoon een leuke stream. En dan wil ik het ook goed doen, zeg maar. Dan wil ik dat niet half bakken doen. Nee, precies. Zo. Okay, dat is spijtig. Omelite. Surf. Zo. Hij is de hele tijd Pokémon aan het redrawen. Echt, daar word je stond ziek van. Het is geen juggler? Nee, toevallig niet. Ah. Dat is wel mooi geweest. Oh, het is wel juggler. Laat maar. Of weet je dat het een juggler is? Hij juggelt met zijn mons. Oh mijn god. Tadamtsch. Is dat serieus zo of maar is dat gewoon een funny... Er zijn sommige AI's die zijn geprogrammeerd om meer te withdrawen dan andere. Wow. Ja, dat is dus gebeurd. De juggler doet dat niet heel vaak, maar de juggler heeft op zich wel een keer de neiging om te wisselen. Dat hij 20 keer wisselt in een fight, dat is ook weer apart, maar het kan wel. Zo. Uit de Victoria Road. Gefelicie Flap staat. Nu begint het grijnen. Nou, laat ik eerst eens even healen. En ja, nu begint het grijnen. Daar heb je gelijk in. Maar ik heb heel veel routes ook overgeslagen, expressen. Ja, fair. Fair. Om nu een beetje wat te kunnen doen. Mm-hmm. Ik bedoel, sommige Pokémon moeten nog evalueren, dat soort shit. Dus laat ik dat gelijk maar gaan doen. Laat ik eerst even mijn items kopen. Dan heb ik dat probleem getackled. Ja, misschien handig. Pam pam padapam. Alright. Zo. Bye. Veel restores. Ja, doe maar een stuk of... 700. 20. Dan nou, zijn 9000 pokerdollar over. Ach. 6 max... 6... 6. 6. Sorry. Ach, waarschijnlijk kan je nog wat dingen verkopen die je niet gaat gebruiken, zoals een paar TM's. Wat is TM27?
Earthquake. Dat is 26. Dan zat dat is Return in Gen 2. Ja, daarop zit ik van, wat is dit Gen 1? Fisher. Nou. Wou jij een ook komen? Fisher en Explosion. Nou, Explosion is sowieso leuk. Waarom zou ik Fisher gaan leren? Geen idee. Je hebt er niks aan, want je bent low level. Dus. Daarom. Geld. Geld, geld. Maar met geld. Explosion is wel leuk, maar ik denk niet dat iets van jouw team het kan leren. Nee, dat denk ik ook niet. Zo. Nou, in ieder geval bij de Pokémon League gekomen. Prima. Ja. En Milan, jij gaat naar... Moet ik weer Pokémon uit de bak gaan trekken om... Jij gaat naar Cinnabar, toch? Ik ben in de Pokémon Mansion. Ja, je was in Cinnabar. Oké. Want ik was voor de lol even aan het kijken van... Oké, hoe gingen jullie de vorige keer? Ook al kloppen de types niet helemaal, maar... Een beetje kijken, maar op zich iedereen is wat sneller dan voorheen. Jij vindt het gek. Het is toch niet zo gek als dat ik jij een pasgeleider heb gespeeld? Zou je denken, maar als je types zoveel anders zijn dan wat je gewend bent, kan misschien zijn dat je een stuk trager bent. Ah, op die manier bedoel je het. Ja, dat zou kunnen. Wat op zich geinig maakt. Ik zou een Pokémon uit de box te halen om te flyen. Mijn leven. Ja. Deposit. En Dux kan weer in de box. En ik withdrew weer Slowpoke van level 36. Die ik nog maar één level hoef te grinden. Mm-hmm. Nou ja, hoe blij was je eigenlijk met die fan Milan? Die zei van Milan gaat Kaizo Emerald winnen. Nou, dan heeft hij echt niet alle afleveringen gekeken. Hij is gewoon een random aflevering gekeken van... Oh, Milan staat voor. Wacht even, dat klopt niet. Want Jordi staat al sinds aflevering 10 voor. Als het niet eerder is. Nou ja, bij Kaizo Emerald duurde het wel heel lang voordat überhaupt een voorsprong kwam. Dus... Oké. Okay. Dus dit sowieso. Het is geen Black 2, White 2 Avatar Lock. Maar waarin een bepaald iemand een paar keer white en opnieuw moet beginnen. Yep. Want ik kan nog even kijken van, oké, is er een manier om die glitch te voorkomen? Maar nee, als je gewoon twee mons white in een... triple fight, ben je gewoon fucked. Ja, dat is toch raar. Maar dat is in de originele hardware niet, toch? Nee. Het is gewoon een raar stuk code, omdat ik denk van, oh, het heeft twee mons, maar ik weet niet. Ja, de beste vergelijking die ik kan pakken is Yu-Gi-Oh, waarin je, dat noemen ze chain linken. Dus ik doe deze kaart, jij doet de volgende. En hij weet niet welke volgorde hij moet bepalen. Oké, maar welke moet ik nu wisselen? Mm-hmm. Bam, bada, bada, bam, bam, bam. En dat is een beetje het probleem. Nou, dat is biker nummer 1. Mm-hmm. Ik heb heel de bike route niet overgeslagen. Is op zich geen verkeerde, want meer in de was fighting, beetje poison. Ah. Daarom? Op zich niet verkeerd. Match op. Klooster op hetzelfde side effect als Sceptile's Mod als Articuno, lol. Ja. Je denkt Arcanine is een legendary Pokémon, nee, het is Klooster. Yeah. Mooi. Nou, hij kan echt een beest zijn. Ja, of heel erg trollololol in latere gens. Ja, dat sowieso. Hallo Kingsrock, hallo Skilllink. Hoe bedoel je? Je wordt crew to level 37. Je wordt iedere keer geflinched. Dat blijft van die leuke dingen. Zo. Welk level had jij, Jordi, ongeveer? Even kijken. 40 Nidoking, 42 Ductrio. Of 47 of 46 Nidoqueen. En 42 Graveler, 42 Onix, 43 Marowak. Dus je minimum level is 42, je maximum level is 47. Ja, en 47 kwam echt vanwege de Elite 4. Maar ja, vind je het gek? Ja, je moet, als je op een manier wil grinden, is het wel die manier.
Nou ja, dat en het feit dat Nidoqueen het beste was voor de mons die het meest experience gaven. Ja, precies. Want onthoud, Gen 1 is nog steeds op de ouderwetse manier, oeh, super effective button. Maar doet geen damage. Super effective button. Ja, ik heb zelfs een keer meegemaakt dat de super effective move minder HP deden dan not very effective. Ja, dat kan. Dat is en blijft maf. Mm-hmm. Maar dan pakken ze bij wijze van spreken een water gun in plaats van takedown. Ja, precies. Want ik ben nu met mijn Gyarados meer strength aan het doen dan surf. Omdat de special stat van Gyarados gewoon crap is. Ja, maar ik wou het zeggen, het is een physical ja. Vis. Maar ja, daarvoor moet ik nog even twee gens wachten. Wanneer ik hem eigenlijk een goede watermove kan leren. En toch heb ik het gevoel dat Milan straks eerder door de game is dan mij. Wat is jouw sterkste level, laagste level? Laagste level is 27. Ja. En mijn sterkste is 36. Okay. Nou, dat is het op zich. Jij krijgt dus ook nog een grindfestijn. Ik ben er bang voor. Mm-hmm. Zo. Ja, ik ga het gewoon proberen. Iedereen op 40 en één Pokémon gewoon naar boven tanken. Ja, dat is niet verkeerd. Dat is mijn plan van aanpak. Zerpakket met normal Pokémon. Ik denk dat je dan best een end komt hoor, als je die levels hebt. Ja, en dan, wat je ook gewoon kon doen. Kijk, we zeggen wel, je mag 7 voor iedere Elite 4. Maar wat je ook kan doen, is al het geld uitgeven en gewoon grinden op de Elite 4. Ja, ja, dat ga ik ook waarschijnlijk doen. Want ik denk, na de bikerroute heb ik echt geen zin om die route rechts te gaan doen. Nee, dat is alleen maar grass. Daar zit ik alleen maar met grassmonster kutten. Daar heb ik echt geen zin in. Nou, dat is het. En het geeft ook geen experience. Nou, dat vooral inderdaad. Hier op de bike road krijg je nog gemiddeld 400 tot 600. Nou, dat is prima. Mm-hmm. Per trainer krijg je dan ongeveer wel een leveltje. Ja. Klooster. Klooster. Zo. Kom op, poort level 35. Hier kan het. Ja, dit geld is ook nog even mooi meegenomen. Mm-hmm. Ja, ik heb ook heel veel trainers in de Victoria Road niet gedaan, maar ik twijfel. Dat is op zich nog wel handig om wel te doen, want merendeels zijn hikers. En je hebt een Gyarados, dus. Ik heb een Gyarados, ik heb alles. Ja, maar voornamelijk een Gyarados, dus jij covert de fighting en de rock en de ground. Ah, op die manier, ja. Oh, stel level 35. Nog twee levels en iedereen is 37. Mooi. En 1,38. Pam, pam. Eens even kijken, is er nog wat gebeurd? Nee, als je echt wel weet wanneer iets gebeurt, dan moet je even 1 à 2 weken wachten voordat Scarlet en Violet uitkomen. Dan. Is de hele game. Ik ben maar benieuwd wanneer er gedatamined gaat worden. Is waarschijnlijk rond die periode. Maar ik vind dat tot nu toe. Met de laatste review met. Ik kan hem hier uitspreken. Graveyard? Graveyard. Maar voor de rest weten we nog niet zo heel veel. En ik ben op zich een keer blij. We zitten een maand, minder dan een maand voor release en we weten de evoluties nog niet eens wat de start is. Ja, het zou trouwens. Dus, dat zei ik daar, zou toch de stunt van de eeuw zijn dat je starters blijven? Ja, dat hoop ik toch echt niet. Maar ik vind dat ze het. Oh, kijk, ze mogen mij gerust nog de evoluties van de starters doorgeven. Maar voor de rest vind ik dat ze aardig ingetogen zijn met de trailers. Nou, wel lekker. Voor de verandering, het ja. Het zou toch grappig zijn dat ze gewoon, omdat we zo weinig zien, dat ze gewoon maanden achter op schema hebben gelopen. Dat we daarom zo weinig te zien hadden. Ja. Dat zou ook weer typisch iets voor Game Freak zijn, namelijk. Ja, maar ik vind dat ook wel weer typisch zo van. Oh ja, BDSP, Legends Arceus. Oh ja, nu was Scarlet en Violet. Dat ook gewoon zo is van, ja jongens, ze hebben zoveel Pokémon uitgebracht. In 1 jaar 3 Pokémon games, hè? Ja. 2. Want ja, BDSP komt er ook in november uit? Ja, zo, in een volledig jaar. Ik dacht. In een volledig jaar. Ja. Ja.
Het is eerlijk gezegd best belachelijk als je erover nadenkt. Ja, maar Legend of Arceus is wel echt een hele andere game. Nee, klopt. Voor mij mogen ze zo echt nog ook zo eentje maken voor Black and White, hoor. Mm. Prima. Maar ja, het probleem is een beetje dat Legend of Arceus is gewoon, je speelt het. Als je hem hebt uitgespeeld, speel je het niet meer. Behalve als je een serie over doet. Ja, maar dat... Wat bedoel je? Nou ja, Milan doet er een serie over. Ah. Ja, ik heb het vandaag nog gespeeld. Jezus. Maar wat voor serie doe je dan? Quest Battle, die het eerste alle quests heeft gedaan tot Volvo, zeg maar. Of tot Volo, zeg maar. Jezus. Zit daar ook de Spiritomb Quest bij? Ja, daar zit ook de Spiritomb Quest bij. En heb ik toch een vraag voor je. Je noemt het Quest Battle. Ja. Maar je hebt letterlijk een perfecte naam in Master Quest. Ja, mooi. Je had het Master Quest kunnen noemen. Nee. Nou, uiteindelijk heb je de naam gekozen, dus ja. Nee. Prima, maar ik vond wel geen. Van wacht even. Je hebt Pokémon en dan doe je geen Master Quest als je met quest dingen gaat doen. Ja, maar dat had ook een beetje raar geweest met omdat er al iets bestaat met Master Quest. En... Ik had er niet voor gekozen als ik er wel op was gekomen, denk ik. Oké, fair enough. Fair enough. Zo. Ik geef wel toe dat sommige leuke quests wel in Legends Arceus zitten. Maar ik heb die Safari quest wel leuk. Die is ook wel geinig, maar Meridol heb ik ook gewoon niet gedaan. Ik dacht van, ik doe een paar even voor wat items en voor de verplichte monsters en dan vind ik het wel een keer goed. Wat logisch is. Ja, maar ik ben echt van mening dat ik gewoon geen sidequest voor zo'n game moet doen. Tenminste, niet alles 100%. Wat ook logisch is. Ik vond het wel leuk. Ieder zo zijn eigen ding. Mm-hmm. Ik vond het ook heel leuk om al die Pokédex pages 10 te krijgen, zeg maar. Dat is wel één keer leuk, hoor. Ik zou het niet nog een keer doen, maar dat vond ik wel leuk. Net als dat ik het elke game wel leuk vind om gewoon de Pokédex te completen voor zo'n Shiny Charm, zeg maar. Mm-hmm. Ik doe dat liever dan dat ik het allemaal van bank over zou ruilen, zeg maar. Ja, dan ben ik gewoon een stuk luier. Ik heb een Living Dex, huppakee. Maar ja, zo doe ik het, want ik heb niet... En nog een keer, bam. Voor mij, als ik een Pokémon game opnieuw speel, is het gewoon main story, done. Ja. En dan de enige regel die ik dan aanhoud is, oké, welke types of welke monsters heb ik nog niet gebruikt? Die en die? Oké. Ja, zo doe ik het meestal ook. Ik probeer ook altijd zoveel mogelijk Pokémon te gebruiken die ik niet eerder heb gebruikt. Ja. En zo probeer ik als Scarlet en Violet uit is ook gewoon te zeggen van, oké. Ik doe mijn eerste playthrough door een game altijd met alleen maar nieuwe Pokémon. Same. Zo van, oké, welke monsters zijn er? Die en die? Prima. Mm-hmm. Ja, dat doe ik eigenlijk ook wel. Ja. Dat is ook de enige reden hoe ik aan een Shiny Nickit ben gekomen in mijn eerste run. Heb je een Shiny Nickit? Dat is gewoon een Shiny die ik niet heb. Ja, ik had toen Sword and Shield uitkwam, heb ik een longplay opgenomen. Mm-hmm. Dat was ook letterlijk mijn eerste keer dat ik het speelde. De eerste encounter op de tweede route, Shiny Nickit. Wauw. Gewoon niet gehunt of wat dan ook, gewoon Shiny. Weet je dat ik 10 uur heb doorgebracht op route 2 voor een Shiny Rookidee voordat ik verder ging? Dat weet ik nu. Ik wist ook dat van de Eternal Forest. En nu weet ik alleen niet welke erger is. Dat van die Rookidee of Eternal Forest? Die van Eternal Forest, want die heeft langer geduurd. En dat was 14.000 encounters. Dat sloeg echt helemaal nergens op. Ja, dat slaat inderdaad nergens op. Zo, Cloyster ook level 37. Mooi. Oké, dit is wel legendary. Een Twitch streamer die ik volg, die doet Pokémon Emerald. Mm-hmm. En de AI van elke andere trainer wordt bestuurd door een Pokémon professional. Een echte professional. Dat is geinig, ja. Ik wel grappig. Oké. Dat is wel maf dat kan. Mm-hmm. Letterlijk hierom hacken. Bam. Bam, 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 ba-da-bam. Ba-ba-da-da-da-da-da-da-da.
Echt jongen, als je niet duizelig bent, dan word je wel duizelig van de vloer van Blaine's jam. Moet je nagaan als je dat speelt op de N64 met die extra kleur. Ja. Dat is ook echt een van de redenen om die game gewoon in kleur te spelen, puur vanwege die mansion. Mooi. Want dat doet inderdaad gewoon pijn aan je ogen, ja. Dus, jullie al 8 badges of nog niet? Zoals het nou gaat niet. Oké, okay, jullie 7 badges? Nee. 6? Nee. 5? Oh. Ja. Ja, de 6 heb je zo, want dat is Jasmine. Ja, hij kan nu gaan vliegen. Gonna fly like an eagle on my sparrow. Nee, ik ben iets een paar dingen uit volgorde aan het doen. Maar dan zometeen Jim 6, Jim 7 en Goldrot. Dus het schiet wel op. Alleen, er zijn wat fights in Mahogany. Juist. Ja. Deze hele aflevering, Lighthouse en Mahogany, dat was het. Nou, is ook genoeg. Bike route. Dat is het enige wat ik tot nu toe gedaan heb. Ik heb alle trainers in Blaine's Gym gevochten. Doe je goed. Omdat ik die allemaal makkelijk kan verslaan. Dus dan is het lekker XP. One shot, one shot, one shot. Ja, en dan was het switch trainen. Ja, precies, switch trainen. Ben je nog aan het switch trainen? Ja, hoe anders? Oh ja, wacht. Laat maar. Je kan met een do-duo moeilijk een Ponyta die 20 levels hoger is. Heb meer vertrouwen in die do-duo. Ja, als hij straks een do-trio is, wordt het leuk. Dan wordt het leuker, ja, maar helaas is het nog niet zover. Het enige die echt fucked wordt om voor jou om te beginnen is natuurlijk Lorelei. Ja. Dat maakt het echt fucked, denk ik. Mm-hmm. Nou ja, weet je, ik heb towers met een earthquake. 1 earthquake of 10 earthquakes? Ja, oké, maar daar red je het alsnog niet mee met een ijs. Nee, dat klopt. Ik bedoel, ik ga straks ook alles riskeren op Thunderbolt, maar ja. Waarom oprecht dan? Straks gewoon even voelen hoe het gaat, zeg maar. Dat wordt het gewoon een beetje. Dat dus. Ja, ik heb de rom klaar voor zometeen, maar ik vraag me af of ik hem nodig heb vandaag. Wie weet. Misschien heb je geluk, misschien heb je pech. Oh, flinch, dat is kut. Kansloos iPhone. Zo. Ik snap mensen nog steeds niet die een iPhone hebben. Ik snap het gewoon niet. Nou, snap kan je het al? Ik kan me het uitleggen. Wat is er goed aan een iPhone? Dat werk je erin geeft. Ik kan letterlijk echt niks bedenken. Nou, nul. Dat je geen keuze hebt en dat werk je gewoon een iPhone geeft als werkphone. Ja, oké. Okay, maar zelf kiezend voor een iPhone. Nee, dat snap ik ook niet. Ik vind dat zo knap. Driekwart van dat ding is Samsung. Driekwart. Nou, 90% van je telefoon komt van Samsung af. Het scherm komt van Samsung af, de batterij komt zo wat van Samsung. Nou, de batterij niet, maar de lightning cable is bedacht door Samsung. Welkom in de 20e eeuw waar je nog met lightning cable moet opladen, wat fucking lang duurt, vergeleken met USB-C. Wat je binnen, als je het mee zit, kan je telefoon in 30 minuten opladen. Waar gaat het over? Nee, waar. Oh, Firespin is zo irritant. In Gen 1? Ja, want je kan niks. Je moet wachten. Mm-hmm. Waarom denk je dat ik clamp heb op Cloyster? Dat ik hem ook niet ga herleren. Krijg je Firespin als TM eigenlijk? Nee. Je krijgt Fireblast. Je krijgt inderdaad Fireblast, ja. Die is ook wel leuk om hem te leren. En nu ben ik toch naar de route rechts aan het gaan om daar te gaan trainen.
ik moet wat. Ja, ja ik... eens. En het geld is niet verkeerd. Als je het voor het geld doet, ja, is het een prima reden. Geld doe ik het niet. Ik doe het gewoon omdat we Pokémon's anders gewoon... Nou, ik denk oprecht dat ik het nog met level 40's kan halen, maar dat terzijde. Ik hoef maar één keer een klem te raken en klaar. Ja. Batterijvoeding 50%, laat de telefoon op. Dan moet je dat doen. Huh, hij deed een superpotion terwijl hij full health ja. was. Ja, welkom bij Blaine. Welkom bij mij vorige sessie. Dat doet hij bij iedereen. Echt, wat de hel. Omdat hij al predict dat je Earthquake of... Ja, ik gok dat je Earthquake doet. Nou, ja, Dick met Raticate, dat doet hij meeste damage. Ja, Dick, hij predict het al. Dit is eigenlijk de enige game met smart AI. Semi. Mm-hmm. Maar de andere, dat denk je van, waar gaat het over? Nee, true, true. Dodrio. Goed, ik heb de Volcano Badge. Maak hem op. Word je er helemaal warm van? Ja. So high. Oh, wacht. En vulkanig. Oké, okay, Cloyster hoeft nog maar één level, dan is hij level 40. Dan laat ik Cloyster voor wat dat is. Kan je niet mooi gaan klempen? Nou, ik denk oprecht, als ik gewoon iedereen 40 maak en Gyarados level 48. Moet lukken. Dat kan wel komen hoor. Ja. Heeft Dragonite een Thunder move? Wacht, die zit nog niet in deze game. Thunder Punch misschien? Nee, de punches zijn pas Gen 2. Oh. Dus echt, nee. Om echt te krijgen. Hitmonchan kon het al, maar die heeft er geen kut aan. Nee, volgens mij heeft Dragonair een electric Thunder move. Wave. Alleen Thunder Wave. Ja, prima. Oh ja. Eén ding vergeten. Doen we dat nog even? Ik vind het wel bijzonder trouwens dat we elke week nu Scarlet en Violet nieuws krijgen. Ja, maar ja, dat is toch prima. Ja, als het steeds maar één dingetje blijft, is wel grappig. Je krijgt straks krijg je natuurlijk weer zo'n soort overview trailer. Ja. Waar tering veel wordt gedaan. En natuurlijk die previews van vorige week. Mm. Het is tenminste niet zoals met Sword and Shield. Ja, je hebt die Impidimp, maar we gaan hem niet revealen. Je hebt Impidimp, maar we gaan hem niet revealen. Game is uit. Officieel is hij nog steeds niet gerevealed. Nee. Maar er zijn toch meer Pokémon die officieel niet gerevealed zijn? Nee, klopt. En dat heb je altijd. Maar het is wel geinig dat een van de mons is die vaak al aardig vroeg in trailers was, maar nooit officieel gerevealed is. Nou, die was toch officieel eerst bij PAX? Ja. Ja. Maar er is nooit een name drop geweest of wat dan ook. Zo, wat heb ik spijt dat ik uiteindelijk met Gamescom daar in die game voor in de rij heb gestaan en uiteindelijk de rij uit ben gegaan. Fucking hell. Ja. Was uiteindelijk je eigen keuze? Dat is alles in het leven. Sorry voor de diepgang. Nee, dat is niet waar. Belasting is geen keuze. Belasting moet je doen. Ja, nee, je hebt de keuze om het niet te doen, maar dan heb je een probleem. Ja, heb je een probleem. Dan krijg je deurwaarder in je nek. Gezellig. Laat ik daar nou even geen zin in hebben. Krijg je een ander voor de deur. Ja, mooi. Ik zie daar de ironie wel van in hoor. Nando was deurwaarde. Op zich. Dat lijkt me geen goed idee. Ach ja, toch doet hij het. Oh, dus blijft geinig als... Appa, Cloyster level 40, top. Oké, volgende Pokémon naar level 40, of moet ik nog 1, 3, 4... Zo. 3, 4, 7, 9... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Ik moet nog 15 levels grinden. Nou, veel plezier. Fuck my life. Ja, en Omanyte evolueert pas op level 40, dat is ook ja. Kut. Latere fossels zijn er wel beter in, die evolven dan bij level 30. Ik vind het best wel grappig tot Bruno een probleem kan worden voor mij. We don't talk about Bruno. Nee.
Want hij is Bruno. Mark en Cindy. eigenlijk dat, ja. Moeten we die afsluiten? Je bent net 6 seconden over tijd, dus je bent net te laat me doorgeven. Maar nou, zit er iemand klooien. Ja, ik zit in een battle, dus ik kan wel kappen. Ik zit in een simpele battle, dus ik kan kappen, hoe dan ook. Okay. Ik zit tegen een Rhyhorn te vechten, dat gaat ook wel lukken. Prima. Mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Laat eens. Doei.